goed te weten dat waterstof nu al wordt gebruikt als grondstof in de industrie. Als je kijkt naar de scenario's van het toekomstige energiesysteem, dan zie je dat waterstof een rol krijgt zowel als grondstof, maar ook als brandstof in de industrie. Ook als brandstof in de mobiliteit. En daarnaast is er een belangrijke systeemfunctie voor waterstof. En dan moet je denken dat als de wind niet waait en de zon niet schijnt, hebben we toch duurzame energie nodig. Daar is een rol voor waterstof weggelegd. Het doel van het Nationaal Waterstofprogramma is dat we, laat ik zeggen, als overheid niet in splendid isolation te werk gaan. Dus dat we goed contact houden met alle partijen uit de maatschappij. En dat we ook de voortgang samen beleven om te kijken of het nog de gedroomde weg is die we aflopen. Nou, dit is een traject waar we al enige tijd geleden mee zijn begonnen. We hebben ongeveer een jaar geleden, net voor de zomer, hebben het werkplan van de cross-sectorale werkgroep aangeboden aan de toenmalige staatssecretaris. En dit najaar leveren we de routekaart op. En die routekaart is eigenlijk de samenvatting van alles wat wij verwachten dat er de komende jaren op ons afkomt en haalbaar is. Om goed beeld te geven van de prioriteitsstelling is het belangrijk te beseffen dat we eigenlijk bouwen aan een compleet nieuw systeem. Er is nog niet of nauwelijks elektrolysecapaciteit, er is nog geen infrastructuur en er zijn nog zeer beperkt gebruikers. De overheid streeft eigenlijk altijd na dat de markt het werk doet, maar dat is in dit geval niet toereikend. Dus we hebben ervoor gekozen om in ieder geval voor de infrastructuur de leiding te nemen, letterlijk en figuurlijk, door de backbone mogelijk te maken van waterstof middels het ombouwen van het gasinfrastructuurnetwerk. Maar daarna is ook de markt aan zet. Dus dat betekent dat de investeringsprojecten die er in de markt verschijnen vervolgens mede bepalen waar we binnen datgene wat ik net zei de echte prioriteiten gaan leggen. De afgelopen tijd heeft in ieder geval heel erg duidelijk gemaakt dat we geen Nederlands energiesysteem of ook geen Nederlands waterstofsysteem nodig hebben, maar een Europees waterstofsysteem. Dus dat betekent dat het voor ons zelf, voor de leveringszekerheid van belang is dat we datgene wat we doen in een Europees perspectief doen. En dat betekent dus dat het ook belangrijk is dat we een import-export netwerk gaan opbouwen, waarmee we niet alleen Nederland, maar ook de buurlanden kunnen voorzien van waterstof.